Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een normale complete hier op mijn kanaal Jaraski Game. Vandaag voor jullie op de achtergrond gameplay, een keertje geen gameplay van mijzelf. Maar natuurlijk weten jullie allemaal wel dat ik in mijn examenperiode zit. Dus ik moet gewoon superveel leren en ik heb eigenlijk de laatste week ook helemaal geen Black Ops 2 meer gespeeld. Ik had het net wel eventjes geprobeerd om een paar pokjes te spelen, misschien een gameplay te halen voor jullie. Maar het lukte echt voor geen ene reet. Ik zat eerst gewoon arms race te spelen. Ik was een paar keer geracequit, ik ging echt gewoon super slecht, ik haalde geen goede scores. Daarna ging ik nog eens free for all proberen en in free for all zitten echt zoveel campers. Ik kwam dat potje in, het was hijacked. Ik liep heel chill in één keer, pam, kogel door mijn pisvlek. Liep ik weer heel chill, zat er iemand op de loopband, pam, Remington kogel door mijn pisvlek. Dus het werkte echt gewoon helemaal niet. Toen dacht ik ook, nou, ik zet mijn PlayStation weer aan. Ik neem gewoon eventjes een normaal compleetje voor jullie op. En zo te zien is het dus op de map grind. En de gameplay is van Loco Dancer. En ik zelf zit ook in deze gameplay. Ik zelf had namelijk ook een nuclear in deze gameplay. En Daan had ook een nuclear in deze gameplay. Daan haalt hem meteen aan het begin van het potje. En als Daan dan doodgaat, kan ik mijn nuclear halen. Maar mijn nuclear was weer eens met de AM94. Dus ik dacht, nou ja, die ga ik niet weer uploaden. Want de AM94 word je na een tijdje ook een beetje gek van. En Dani haalt hem met zijn MP7 met, even kijken, volgens mij Quickdraw en nog is Fastmac erop. En hij heeft ook nog eens een AM94 op zijn secondary staan met Reflex Sight en Quickdraw erop. Dus het is gewoon een lekkere class setup eigenlijk. Die AM94 heeft hij natuurlijk opgepakt. En op zijn MP7 heeft hij ook nog eens de prachtige Bacon Camel staan. Ik zelf vind de Bacon Camel er echt gewoon super lelijk uitzien. Maar ja, als je hem mooi vindt, mag je hem van mij aangezet. Op zijn AM94 heeft hij volgens mij de Zombie Camel aan. En de Zombie Gambo vind ik er best wel echt vet uitzien. Want als je daarmee inzoomt en je begint te schieten, zie je echt gewoon die hoofden van die zombies deed het op en neer gaan. Zie je al die tanden die in die zombie gezichten zitten ook gewoon op en neer gaan. En ik zelf vind die camo er dus best wel sexy uitzien. Maar ja, als je die camo's hebt, dan weet je precies hoe ze eruit zien. En verder wil ik ook nog even mededelen dat vandaag donderdag 16 mei de map packs zijn uitgekomen op de PlayStation 3 en de PC. En ik raad ze best wel aan om te kopen. Volgens mij zijn ze €15 per stuk. Als je de season pass hebt, dan kan je ze natuurlijk gewoon meteen downloaden zodra ze uit zijn. En ze zijn nu al uit. Dus ik zou zeggen, start je PlayStation of PC op en download ze lekker. Maar ik zal ze dus best wel aanraden om te kopen. Want ik zelf heb hem nog niet gedownload. Ik heb natuurlijk geen tijd voor. Maar ze zien er best wel mooi uit. Je hebt natuurlijk mooie mappen weer. Je hebt de remake van Firing Range. En de Xbox die had ze allemaal al. Dus mocht je nou een beetje twijfelen. Want meestal upload ik als er een map pack uitkomt. Het meteen op mijn kanaal. Maar ja, dat kan vandaag helaas niet. Dus check gewoon even op YouTube. Check van een paar andere commentators die het al hebben geüpload. Kan je gewoon een beetje kijken hoe de maps eruit zien. Ik zal dit weekend de map pack zelf ook gewoon gedownload. En dan zal ik ze dus ook gaan uploaden. Maar tot die tijd kan je ze misschien wel zelf gaan kopen. Kan je ze misschien wel zelf eventjes gaan spelen. Want het is wel echt je geld waard. Ik zeg dat eigenlijk alleen maar bij Black Ops spellen. Want de Modern Warfare map packs die altijd uitkomen, vind ik zelf echt gewoon super bagger. Want op Modern Warfare 3 had ik natuurlijk alle map packs. Ik had ze allemaal op mijn PlayStation staan. Maar elke keer als ik Modern Warfare 3 speelde, had ik ze gewoon uitstaan. Ik heb ze nooit echt serieus gespeeld. Soms denk ik wel van oké, ik probeer het wel. Maar ik dacht, Nee, ik ga slecht. Ik zet ze weer uit. En bij Black Ops 1 had ik alle map packs. En die vond ik gewoon allemaal kick om te spelen. Je had die map Kowloon of zo. En die vond ik allemaal vet om te spelen. Bij Black Ops 2, tot nu toe, vind ik elke map die eruit is gekomen ook gewoon vet om te spelen. De gameplay op de achtergrond komt natuurlijk uit de allereerste map pack. En ik heb nog nooit eigenlijk gezegd van Treyarch doet echt gewoon slechte dingen met zijn map packs. Dus daarom deze nieuwe map pack raad ik ook gewoon meteen aan om te kopen eigenlijk. Ik zal eerder hetzelfde op mijn kanaal gaan uploaden. Maar bij Modern Warfare 3 had ik dat dus niet zo. En ik wil eigenlijk ook gewoon aan jullie vragen van welke map packs vind jij echt gewoon super vet. Misschien zeg je wel die van Battlefield 3 vind ik super vet. Misschien zeg je die van Modern Warfare 2. Want Modern Warfare 2 had ook map packs. Misschien zeg je wel van Call of Duty 4. Want zelfs Call of Duty 4 had gewoon al map packs. Terwijl dat spel van 2007 is. Dus jongens, laat het weten in de comments. De gameplay zit er hier alweer bijna op. Want hij heeft zijn nuclear volgens mij nu ergens binnen. Volgens mij maakt hij hier zijn laatste kill voor zijn nuclear. Ziet hem daar lopen. Schiet hij hem dwars door zijn pisvlek heen. Zit hij nog te twijfelen. Gooit hij ze voor. En dan gaat hij ze voor. Mis. Killt hij deze vent. En dan heeft hij zijn nuclear binnen. Loco Dancer zijn nuclear, jongens. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Mocht je hem nou supporten, vergeet deze video dan alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. Want het helpt natuurlijk gewoon enorm met groeien. En ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Jongens, de gameplay zit er hierop, want hij wordt hier namelijk gekilled. En tot de volgende keer. Bye bye.